Oké, okay, Surfers is down. Bijna al mijn Pokémon zijn kapot, man. Dit gaat helemaal fout. Nee. Yo, Nintendo fans. En yo, Rickachu Army. Hou je ook van Pokémon en Nintendo? Kom ook bij de Rickachu Army en druk hieronder op die abonneerknop. En voordat we beginnen wil ik even vertellen dat ik vandaag een gesponsord product heb ontvangen om te gaan testen in deze Pokémon video. Jullie zien hier een doosje staan van Coolblue. En daarin zaten allemaal leuke dingetjes. Een kaartje. Leuker dan e-mail. Dat sowieso. Daar hebben ze wel gelijk in. Een viltje. Dat is super handig, want ik gebruik nooit viltjes. En dat zou eigenlijk wel moeten. Oh, ik vond dit vroeger altijd zo irritant. Arme kat. Oh nee, ze vindt het heel leuk. Ze zit nu te snuffelen daar. Hallo. Wat was dat? Maar het belangrijkste uit het pakketje waren deze HyperX Cloud Earbuds. En die zijn super handig voor thuis, maar vooral voor onderweg. Want ik ga niet met deze onderweg lopen. Dus die gaat er vandaag even uit. En dan gaan we deze erin doen. Oeh, fancy. Ook echt een super nice kleurtje. Het is echt Nintendo rood. Er zit ook een doosje bij om je oortjes in op te bergen. Maar nog belangrijker, verschillende pasvormen. Dus of je nou grote oren, kleine oren of middelgrote oren hebt, jij zou deze als goed is moeten kunnen dragen. Dus je doet ze in je Switch. En let's go. Je bent ready om te spelen. Oh nee, je moet ze natuurlijk ook nog even in je oren doen. Oeh. Zo, dit zit nice. Let's go. In de vorige aflevering heb je kunnen zien dat Dottler was geëvalueerd. Is eventjes kieken. Ja, naar Orbeetle, de grote megabaas, jongen. Maar hij is wel voor de helft kapot. Dus ik ga toch even Twacky op nummer 1 zetten. Ja, moet ik tegen jou? Ik moet tegen jou. Dit is zo anders dan als ik met een headset opspeel. Wow, ik moet wel even wennen hoor. Hey. Oeh, maar ik word wel echt de game ingetrokken of zo. Ik hoop ook niet dat ik te hard praat. Want ik hoor mezelf amper praten omdat ze zo lekker mijn oren afsluiten. Oké, Koffing. Hier kom ik. Met mijn Twacky. Knock off. Op je bakkes. It is not very effective. Nou ja, het valt nog mee. Oké, double hit. Let's go. Pak hem. 1 en 2. Ik merk wel dat mijn Pokémon niet super sterk zijn op dit moment. Ik ben niet echt heel erg overpowered of zo. Dat komt volgens mij omdat ik niet heel veel met wilde Pokémon battle. Volgens mij is dat een beetje een probleem. Oh, en hij doet hetzelfde strook. Ah, no. Boom. Pas op, Twacky. Oké, Twacky overleeft het. Nice. Oh, ik krijg hem nog te maken met een Sudowoodoo. Razor Leaf op zijn bakkes. Dat is wel super effective. Lekker, man. Pas op voor zijn Rock Slide. Oké, ik overleef het. Nou, als het goed is, moet ik Sudowoodoo nu precies kunnen nakken. Nee, we missen. No, waarom moet je missen? Oké, Surfetch, let's go. Pak hem. Rock Smash op zijn bakkes. Sudowoodoo is kapot. Lekker. Oh, maar Twacky is ook kapot, man. Come on, Twacky. Surfetch gaat een leveltje omhoog. En daar gaat Duncan. Check al deze Diglets. Of ja, 3 Diglets is een Ducktrio volgens mij. Oké, snel naar het Pokécenter. Oh, wacht even. Oh, wacht, we zijn in een nieuw dorpje. Oh, en dit is een soort van de bazaar van Galar. Een fighting gym zien we hier zo. Deze gym is trouwens in Sword en in Shield anders. In Shield heb je hier namelijk een ghost type gym. En hier is er dus een fighting gym. Maar laten we eerst even snel gaan healen, want Twacky is kapwacky. Oké, Twacky en de rest van de gang is weer beter, jongens. Nice. Moet ik hier nog iets kopen? Hoeveel Great Balls heb ik? Ik heb genoeg Great Balls. Super Potions. Daar kunnen er nog wel een zootje van bij. Voor de rest heb ik helemaal niks nakkes nada nodig. I have good stuff. I'll share some with you. Wat krijgen we? 2 fossilized birds. Alright. In Pokémon Sword and Shield moet je fossilized birds samenvoegen met een ander item. De professor op route 6 die kan die fossielen restoren. En in de wild area kunnen we misschien de andere helft wel vinden. Bij de digging duo. Dus even kijken. Wat een rustgevend muziekje, jongens. Lekker. Wat hebben jullie vandaag? Een protector voor 3000 monies. Nee, hoef ik niet. Ik hoef niet. Hij gaat een big mushroom voor 10.000 kopen. Maar ik heb geen Big Mushroom. Had ik maar een Big Mushroom, jongens. We gaan ze even hier naartoe. Even kijken hoor. We kunnen hier het dakje op, zo te zien. Ja, zeker kunnen wij hier het dakje op. En dan kunnen we hier naartoe. Daar ligt daar een itempie. Oh, kijk hier. Er zit hier gewoon iemand te chillen. Wil je er eentje ruilen voor een Hatena? Nee en nee. Ik heb een Metal Coat. Daarmee kunnen we Steel type moves boosten. Dat is lekker. En hier hebben we Venoshock. Dat is ook wel een lekker aanvalletje. Zo, ik moet wel zeggen dat ik met deze oortjes best wel de game ingetrokken word. En dat de bas is heel nice of zo. De treble kan misschien nog ietsje heftiger of zo. Dat de hoge tonen ook iets wat hoger zijn. Maar de bas is nice. Die wordt echt ingezogen. I like it. Hij is ook weer niet te sterk. Dus
Tot nu toe is het wel chill. Eens even kijken wat hier nog meer voor items liggen. 3 rare bones. Geen idee wat ik daar aan heb. Hier ligt ook nog een pokeballetje. En dat is een Rocky helmet. Oeh, die wil je hebben. Want als een tegenstander jou raakt, terwijl je de Rocky helmet draagt, dan krijgen zij ook damage. Dus dat is super nice. Ik ga die dan maar aan Karkol geven. Die heeft toch nog niks vast. Kunnen we hier naar binnen? Ja, kijk. Maar meestal in die huisjes gebeurt niet zoveel. Eens even kijken. Hier ligt nog een itempie. Nou, we gaan lekker door. Hey, hoppie. Fawaka, hoppie. Nou, hij weet nog steeds niet wat hij allemaal moet doen. Hij denkt nog steeds dat hij Lee teleurstelt. Maar ja, ik kan alleen maar sterker worden. Ik ga allerlei verschillende dingen doen om te kijken wat er werkt. En we gaan weer in de battle, jongens. Let's go. Met de lekkere hopmuziek. Trouwens, jongens, de vraag van de dag, aangezien ik even deze oortjes mag testen van Coolblue, is of jullie ook Pokémon muziek luisteren. En als jullie Pokémon muziek luisteren, zet dan even de linkjes hieronder in de beschrijving. Want ik ben op zoek naar nieuwe toffe Pokémon muziek. Op Twitch stream ik heel veel Pokémon. En voorafgaand aan dat we de stream beginnen. Oh, dit gaat niet goed. Maar ik wou dus zeggen, voorafgaand aan dat we de stream beginnen, luisteren we heel vaak Pokémon muziek. Dus ik ben op zoek naar nieuwe Pokémon muziek. Jongens, gooi het er maar in die comments. Let's go. Deze Pokémon vind ik trouwens echt episch. Cramorant. Ik vind Cramorant echt een baas. En je ziet wat er gebeurt. Ik heb een Rocky helmet aangedaan. Hij raakt mij, maar hij krijgt nu zelf ook damage. Dus dat is super nice. Ga je nou gewoon duiken? Nee, joh. Oh, dit is zo naar. Dan moet ik gewoon weer gaan wisselen nu. Want anders gaat mijn Karkol helemaal kapot, jongens. Oké, dive. Ik overleef het blijkbaar. Yo, wat heb je in je bek, man? Je hebt een of andere vis in je bakkes. Wat een gek, joh. Oh, je gaat ook met die vis gooien. Hij smakt die vis gewoon in mijn gezicht. Wat een mafkees. Wat een geweldige Pokémon is die Cramorant, jongen. Niet normaal. Oké, Linoon gaat een leveltje omhoog. Dat is nice. Naar level 30. Dan krijgen we nu te maken met Silicobra. Ik denk dat Twacky... Ja, ik denk dat hij dat nog wel aan moet kunnen. Pak hem, pak hem, pak hem. Super effective. Ja, wappakee. One shot KO. Lekker. Ja, sorry Hoppy. Ik probeer toch gewoon van je te winnen. Ook al wil jij extra je best doen, jongen. Alright, Twacky gaat ook een leveltje omhoog. Dan krijgen we nu te maken met Toxel. Ja, die heb ik ook. En daarvoor ga ik Surfetch weer even inzetten. En eigenlijk mijn enige beetje goede move op Toxel is Brutal Swing. Let's go. Ja, Toxel is best wel een slappie Pokémonie. Hij kan er niks aan doen, maar hij is gewoon nog niet zo sterk. Hij moet volgens mij even evalueren voordat hij echt sterk gaat worden. Mijn Toxel is nu ook bijna level 29, net als die van Hop. Nu krijgen we te maken met Drizzle. En daarvoor ga ik ook Twacky weer gebruiken. Enige wat ik hoop is dat Twacky sneller is dan Drizzle. Ik vind Drizzle zo'n baas. Hij is echt een beetje zo'n laconieke puber geworden, jongen. Dit is toch geweldig. Ben ik sneller? Oh, nee. Hij is sneller. Maar wat is dit voor move? Round? Waarom ken ik die move niet? Anyway, Razorleaf op zijn bakkes. En we one-shotten die Drizzle van level 33, jongens. Komt er weer XP'tjes bij, hoor. Hoppakee. Toxel en Karkol een leveltje omhoog. Het spijt me, jongen. Ah, lukt me nog steeds niet. Waarom ben ik zo zwak? Hop, kom op, jongen. Jij moet even je schouders eronder zetten. Van verlies word je alleen maar sterker. Dan ga je de volgende keer nog beter nadenken. Misschien win je de volgende keer wel. Waar komt Opal nou weer opeens vandaan? Hij zegt, dat kind. Gym challenges moeten battelen. Ook voor hun eigen Pokémon. Waarom moet je de hele tijd zorgen maken over Leon's naam? We weten allemaal dat Leon niet te verslaan is. Ja, dat zullen we nog wel eens zien aan het einde van dit avontuur. We krijgen Bee's Leekart. En Bee is de trainer van de volgende gym. Daar gaan we nu naartoe. We gaan Opal achterna. Wat een raar figuur is dit. Ik twijfel echt de hele tijd of het nou een man of een vrouw is. Ik weet het nog steeds niet, jongens. Ik ga in ieder geval nog even een keertje mijn Pokémon healen. Want we moeten nu naar de fighting gym. En ja, ja, fighting, dat wordt wel even een dingetje. Maar ik denk dat ik daar Orbeetle voor moet inzetten, jongens. En misschien kunnen we Toxel even laten evolueren. Eens even kijken, heb ik nog iets leuks? Heb ik nog een Rare Candy? Nee, die waren op, hè? Potverdikkidori. Nou, dan gaat Orbeetle gewoon naar plek 1. En dan gaan we richting de gym. Jongens, ik wil even testen of ik kleine of grote oren heb. Nu zitten namelijk de middelste pasvormpjes erop. En ik zet even de kleine pasvormen er nu op. Oeh, dit zit eigenlijk ook wel nice. Maar ik denk wel dat mijn oren meer gemaakt zijn voor de middelpasvorm. Maar ik ga het gewoon even proberen. Let's go. Even checken of mijn Orbeetle er klaar voor is, jongens. Hey, Ball Guy. We krijgen een Heavy Ball van de Ball Guy. Daarmee kunnen we ook zwaardere Pokémon vangen. Althans, dat konden we altijd al. Maar met die Heavy Ball gaat het allemaal wat makkelijker. Ik heb ook het idee dat je eigenlijk niet met al deze mensen hoeft te praten. Want je krijgt er eigenlijk nooit echt iets voor. Let's do this. We gaan naar de fighting gym. Nee, ik doe toch de middelste pasvormpjes weer in, hoor. Moet wel helemaal ready zijn voor deze gym challenge natuurlijk. Let's go!
Wat is dit voor zieke gym dan? Moeten we een soort van in een achtbaan gaan zitten of zo? Laat me het je uitleggen. Je moet in dit ding rijden. En dan moet je helemaal naar het doel. En je moet proberen de obstakels te vermijden. Laat me iets meer vertellen hoe je dit gaat doen. Draai je controlstick naar rechts. En het kopje zal naar rechts gaan spinnen. En andersom. Oké. We hebben hier gewoon een soort van kermisattractie. Oké, klein beetje naar rechts. Oh, niet zoveel. Niet zoveel. Klein beetje naar rechts, jongens. Klein beetje naar rechts. Ja, naar links, naar links, naar links, naar links. Ja, naar rechts, naar rechts. Ja, oh, 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 oh. Dit gaat, ja, ja, bijna. Oh, nee, 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 nee. Oh, oh. Ja, goed zo. Die kant, ja, die kant. Die kant, ja, ja. Lekker. Oké, Orbido. Ben je klaar voor deze battle, Orbido? Jij bent degene die het moet gaan doen in deze gym, Orbido. Een Stuffle? Ik dacht dat Stuffle een normal type Pokémon was. Volgens mij gaat dit werken. Confusion op Stuffle. Ja, ik moet hem wel twee keer raken, jongens. Hij doet Strength. Ja, dat moeten wij kunnen overleven, toch? Lekker, Orbido. Pak hem. Confusion op zijn bakkeroni. Lekker. Oeh, en we krijgen wat HP erbij. Oh ja, we hebben die Shell Bell natuurlijk nog steeds aan. Dat was ik alweer vergeten, man. Oeh, een Beware. Oké, dit is andere koek. Ik zit heel stoer te doen dat ik een Stuffle versla. En nu moeten we tegen Beware. Oké, we zijn in ieder geval sneller. Hoeveel damage doet Confusion? Ja, minder dan de helft, jongens. We krijgen wel weer wat HP erbij van de Shell Bell. 6 HP, oké. Beware doet ook Strength. Dit gaat meer pijn doen. Oké, we overleven dit. We kunnen dit. Pak hem. Ja, dit gaat de goede kant op. Als hij nu Strength doet, winnen wij. Lekker wat HP weer terug van de Shell Bell. Oeh, Brutal Swing. Nee. Ja, zie je. Dat is super effective. Oké, lekker man. Je verslaat gewoon een Beware, Orbido. Hey, jij bent een gangster. Lekker man. Oké, we hebben gewoon Beware en Stuffle genakt. Het kindje en de mama hebben we gewoon gepakt. Orbido een level omhoog. Surfage en Linoon een level omhoog. Toxel is ook bijna level 30, jongens. Surfage wil knock-off leren. Dat vind ik denk ik wel prima. Die is namelijk iets beter dan Brutal Swing. Ietsje beter. Niet heel veel, maar een klein beetje. En Linoon gaat ook naar level 30. Ah, dit heb je goed gedaan, Orbido. Ik ben super trots op je. Even een super potion, dat heb je wel verdiend. En dan snappen we snel ons karretje weer in. En dan gaan we door. Ja, dit gaat goed. Dit gaat helemaal top. Waar moet ik nu naartoe? Moet ik nu naar rechts? Ja, ik moet nu naar rechts. Oké, wacht. Boom! En nu naar rechts. Ja, lekker. Nog meer naar rechts. Nog meer naar rechts. Ja, ja. Klein beetje. Ja, rustig. Rustig naar beneden vallen. Naar links. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, Orbido en ik zijn gewoon een goed team. Ik fix die achtbaan en Orbido fix de gym trainer Claire. Ik geloof in je. Farfetch wel level 32. En Farfetch denk ik ook wel sneller. Farfetch doet detect. En dat betekent dat we hem nu niet kunnen raken. Ik ben benieuwd of je nu nog een keer detect gaat doen. Hij doet nog een keer detect. Ja, hou eens op, man. Laat me je gewoon even aanvallen nou. Nou ben ik er klaar mee, hè. Nou ben ik er klaar mee. Pak hem. Confusion. Ja, we hebben er twee nodig. Hoppakee. HP'tjes erbij. En we zijn weer helemaal vol. Nu doet hij een sand attack. Dat is altijd vervelend. Maar misschien kan ik hem nu iets minder goed raken. Confusion! Ja! We raken hem gewoon lekker, man. Ja, Orbido is wel een basie, hoor. Ik weet niet wat jullie van Orbido vinden. Maar ik vind hem een basie. Gooi even in de comments. Wat vinden jullie van Orbido, jongens? Oh, dat was Claire al. Oké, Claire. Bedankt voor deze overwinning. Tot de volgende keer. Dag! Oké, volgende stukje parcours. Naar rechts. En dan wedden dat we heel snel naar links moeten. Ja, zie je? Ik wist het. Rustig. Naar links. Nu moeten we denk ik vanaf hier en dan denk ik naar rechts. Oké, maar hoe gaan we dat doen? Of moeten we weer helemaal terug? Ik moet denk ik weer helemaal naar boven. Ja, en dan moet ik vanaf hier in één keer door. Ja, lekker. Heel goed. Boom, boom, bap, 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 boom. Oh, en dit is het. Na deze battle mogen we onze volgende gym badge gaan halen, jongens. Onze baan is om de roekeloze gym challenges te verslaan, zegt deze boy. Nou, Simon, dan gaan we nog wel eens zien of dat gaat lukken. Hitmonlee, oké. Nu moet ik even stoppen met stoer doen. Hitmonlee is serieus. Dat zijn serieuze dingen. Oké, ik moet doorgaan met Confusion. Ik ken nog geen betere aanval. Ik wou dat ik Psychic al kende, maar die ken ik nog niet. Ja, Hitmonlee moeten we 3 keer gaan raken. Oeh, Revenge. Revenge gaat zeer doen. Revenge gaat helemaal geen zeer doen. Jammer, joh. Nog een keertje Confusion dan maar. Kan ik gewoon gaan chillen nu? Is dit gewoon relaxed? Kan ik gewoon achterover gaan zitten zo? Zo, mic erbij. Fancy headsetje erbij. Heel casual. Nog een keer Confusion. En dan is het klaar met Hitmonlee, man. Doei, Hitmonlee. Oké, waar kom je nu mee? Moet ik weer rechtop gaan zitten nu? Dwarky gaat een leveltje omhoog. En Toxel gaat ook een leveltje omhoog. Dat is top. Laat me toch maar even zo gaan zitten dan. Hitmonchan is nog wel eens een Pokémon namelijk die Fire Punch kent. Als die Fire Punch kent, dan moeten we op gaan passen. Oké, Bullet Punch is ook in principe zoiets. Maar ik denk dat hij nog geen Fire Punch kent. Let's go. Ja, Bullet Punch. Hij blijft Bullet Punch doen. Dat vind ik niet erg hoor. Doe maar gewoon nog een keer Confusion. Hoppakeetje. Ja, en nog een Bullet Punchje. Ja, helemaal top joh. Dan gaan wij nog een Confusionje doen. En dan groeien wij naar level 32 met Orbeeteltje. Omdat we deze Hitmonchan gewoon keihard verslaan. Ah, dat vind ik prima. Dat vind ik helemaal dikke prima. En dan hebben we Simon verslagen. En dan mogen we naar boven. Oeh.
maar niet voordat onze grote kleine vriend Toxel evolueert. Ja. Ja. Dit is vet, jongens. Je kijkt... Oeh! Oeh, wat? Deze Pokémon is sick. Toxtricity. Yo, wat een baas ben jij, vriend. Ik ben super blij dat ik geduld heb gehad met Toxel. Het is een Electric en een Poison-type Pokémon. Hij wil ook gelijk even een nieuw aanvalletje leren. Dat is Spark. Ja, dat mag altijd. Als wij Growl nog kennen, dan mag Growl gelijk weg. Daar heb je toch helemaal niks aan. Oké, dan is het tijd voor een Super Potion voor Orbeedo. Dan moeten we ook even kijken hoe vaak we Confusion nog kunnen gebruiken. Nog 10 keer. Oh, dat is denk ik wel genoeg. Want misschien gaan we Orbeedo ook wel Dynamaxen, jongens. Kijk hem staan. Lekker. De Fighting Gym Challenge is gedaan. En nu mogen we onze vierde badge gaan halen. De Fighting Badge. Tegen B. Daar gaan we. Daar is de volgende gym leader. Dat is B. Oh, die ziet er wel cool uit, man. Heb jij een unshakable spirit that won't be moved? Oftewel, eigenlijk gewoon ben je psychisch in orde. Maakt niet uit hoe erg je aangevallen wordt. Laten we dit gewoon gaan testen. Alright, let's do this, B. Let's go. Let's go voor die vierde badge. Ik vind het wel een toffe gym leader. Ze ziet er heel tof uit. Ik vind de character tof. En ze begint met de Hitmontop. Ja, kijk hem. De Hitmontop gaat zo heen en weer. Als een malle. Wap, wap. Let's do this. Confusion. Hitmontop doet quick attack. Dat doet een klein beetje pijn, maar val mee. Die is wel altijd sneller. Laten we kijken hoeveel damage Confusion doet op Hitmontop. Sowieso 3 keer nodig om Hitmontop te gaan verslaan. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop niet dat hij met hele pijnlijke aanvallen komt. Krijgen we weer een beetje HP terug. Het is maar 3 HP wat we elke keer terugkrijgen nu. Dat is dan wel weer jammer. In een andere Battle.net krijgen we elke keer 6 HP terug. Maar goed. Let's go. Confusion. Hitmontop is down. Dat is Pokémon nummer 1. Ik weet niet hoeveel Pokémon die voor de rest nog heeft, deze B. Maar Hitmontop is in ieder geval down. Karkul gaat een leveltje omhoog. Ook altijd chill. En nu krijgen we Pangoro. Wow. Oké, Pangoro is wel... Ja, dat is wel heftig. Oké, laten we doorgaan met Orbeedo, jongens. Pangoro, dat is wel intens, hoor. Misschien dat ik er ook wel Twacky in kunnen zetten. Oh, ik kan hem niet raken. Oh, nee. Ik had naar mijn gevoel moeten luisteren. Oké, Twacky. Doe jij het maar. Oeh, die base. Jongen, die bas nu in deze oortjes. Lekker. Even mijn aandacht bij deze battle. Want ik heb het gevoel dat... Ja, kijk, zie je? Ik heb echt een probleem, jongens. Deze Pangoro gaat echt voor problemen zorgen. Oh nee, ook nog workup. Ja, dit is echt een probleem. Night Slash. Ja, Twacky gaat down, jongens. Dit ga je niet menen. Oké, Toxtricity. En jij mag het nu even laten zien. Normaal gesproken zou ik nu voor Nuzzle gaan. Omdat dat sowieso paralyzation veroorzaakt bij mijn tegenstander. Maar ik wil hem gewoon down hebben nu. Oké, dit paralyzed hem ook. Laat hem alsjeblieft helemaal paralyzen. Nee, hij doet weer Night Slash. Oh, Pangoro is zo'n probleem. Jemig. Pangoro's down. Maar dat is nog niet de sterkste Pokémon van B. B, respect. Je doet het echt supergoed. Nu gaan er wel 3 Pokémon bij mijn level omhoog. Surfetch is de volgende. Jongens, ik ga niet wisselen. Want ik heb het gevoel dat ik Orbeedo echt moet gaan reviven. Heb ik een Max Revive? Dat zou echt zo fijn zijn. Ik heb 1 Max Revive. Die is voor Orbeedo. Oké, dan gaat Toxtricity nu down. Door deze Brutal Swing. Oh, dit is een moeilijke gym battle, gek. Oké, dit wordt Surfetch tegen Surfetch. Alleen Rock Smash is echt effectief. Ah, die andere Surfetch gaat weer op de Detect Tour. Oké, kunnen we hem weer niet raken? Moeten we even geduld hebben? Oké, mijn Surfetch is sneller. Die doet Rock Smash. Oeh, en zijn defense gaat naar beneden. Dat is nice. Oh nee, doe je nou echt revenge? Oké, mijn hoop is gewoon om nu Headbutt te doen met Linona. Oké, dit gaat aardig. Oh, hij is flinch. Hij is flinch. Dat is nice. Oké, hier ben ik blij mee. Lastige gym dit, man. Maar mijn Pokémon zijn ook best wel laag level. Kijk dan, deze Surfetch, die is gewoon level 35, hè. Die is gewoon best wel een aantal leveltjes hoger dan mijn Pokémon. Maar Linoon is wel sneller dan Surfetch. Oh, nog een paar HP over. Ik krijg weer een revenge op mijn bak. Dus dat gaat pijn doen, sowieso. Ah, die revenge is niet eerlijk meer, man. Oké, laten we hopen dat Karkul sneller is. Want Surfetch heeft sowieso super effective moves op Karkul. We moeten voor Incinerate gaan. Weer Detect. Hou eens op met die Detect. Ik heb straks echt nog 1 Pokémon over, jongens. Kom op, Karkul. Incinerate. Ja? Oké, Surfetch is down. Bijna al mijn Pokémon zijn kapot, man. Dit gaat helemaal fout. Nee. Machamp ook echt. Switch Pokémon. Orbeedo. Let's go. Een level 32 Orbeedo. Jij moet het gaan doen in een Dynamax vorm. Welk level is jouw Machamp dan? Level 36. Wij moeten zo hard gaan trainen, jongens. Ik ben wel sneller. Ik ben sneller. Yes. Yes. Oké, dit kan mijn redding zijn dat ik sneller ben. Orbeedo. Eindbaas. Kom op. Fix dit. Oké, fijn. Laten we alles kapot maken. Dynamax Machamp. Dat is wat B zegt. Ik ben hier echt niet gerust op. Kijk deze vorm ook. Oké, ik moet meer dan de helft van zijn HP eraf zien te krijgen met Max Mindstorm. Ja, dat gaat niet gebeuren. Max Darkness. Oh god.
Ja, ja, dit is echt een probleem. Als Matchamp straks een full restore krijgt of zo, hè, dan zijn we echt de Shaak. Shellbell geeft nog wat HP terug, maar ik denk dat we gewoon keihard kapot gaan. Max Darkness, ja, Orbido is kapot, jongens. Ik moet hem straks weer een Max Revive gaan geven. Of een normale Revive, of anders ga ik het gewoon niet redden. Oké, ik heb Orbido gerevived. G-Max G-Strike. Nu gaat ook in één keer mijn Karkul kapot. Die overleeft het niet. Oké, Matchamp is weer in zijn normale vorm. Orbido moet hem gaan slopen. Of zal ik eerst maar even een super potion gaan doen? Ik ga eerst een super potion doen. En dan ga ik hopen dat dit gaat lukken. Dit zijn mijn laatste strohalmpjes, jongens. Knock off. Ik moet het risico gaan nemen. Ik moet het risico nemen dat ik hem sloop met deze confusion. Ik denk niet dat het lukt. Ik denk niet dat het lukt. We komen één move tekort. Hij doet strength. We zijn klaar. Nee! Ik heb nog nooit een gevecht verloren. Oké, laten we dit nog een keer proberen. Het scheelde één move. Eén move had ik moeten kunnen doen. En dat was het geluk. Hitmontoppie doet counter. En die mist die. Oké, dat begint al goed. Dat begint top. Confusion nog een keer op je bakkes. Bam. Oké, dat is één. Hitmontop. Daar hadden we net ook geen last van. Dat was het probleem niet. Hoppakee, Orbido naar level 33. Pangoro, die was het probleem. Ik denk dat we het best voor Surfetch kunnen gaan. En dat we gewoon Rock Smash op zijn bakkes moeten gaan doen. Kom op. Rock Smash op Pangoro. Net niet de helft. Oké, Circle Throw. Dikke prima. Wie komt er nu uit? Linoon. Ja, dit is niet wenselijk. Freaking Pangoro. Kijk, dit gaat veel sneller. Pangoro, bam, down, next. Oké, Surfetch'd ga ik proberen met Toxtricity. En Toxtricity, jij mag Nuzzle doen. Want met Nuzzle paralyze je sowieso die Surfetch'd. En hopelijk gaat hij nu gewoon een paar keer niks kunnen doen. Hij begint in ieder geval met Swords Dance. Ik heb echt geen goede counters bijna voor fighting Pokémon, jongens. Oh. Ja hoor, hij kan gewoon natuurlijk weer lekker brood. Brutal swing doen. Kom op, sloop hem. Kijk, nu is die paralyzed. Dat is heerlijk. Nog een keer een Sparky op zijn bakkes. Lekker, goed gedaan. En dan kan hij weer brutal swing doen. Nee. Maak jij hem dan alsjeblieft gewoon even kapot. Razor Leaf. Ja, dat is genoeg. Oké, daar gaan we weer, jongens. Gigantamax, Dynamax battle. Orbido tegen Machamp. Hopelijk gaat het nu alles bij elkaar wel lukken. Waarschijnlijk ga ik nog steeds kapot na twee aanvallen van Machamp. Hopelijk gaan we alsnog deze winnen. Man, deze Machamp. En deze Pangoro. En iedereen sloopt mijn hele team, jongen. Is toch niet normaal? Nog een keer Max Mindstorm. En dan is het klaar met mijn Orbido. Hopelijk kan iemand anders het overnemen. Oh, jongens, jongens, jongens. Ja, Max Darkness, Orbido is klaar. Alle hoop is nu gevestigd op Twacky. Razor Leaf, dat gaat nooit genoeg damage doen. Max Darkness op Twacky's hoofd. Als Twacky het overleeft, dan gaat het sowieso goed komen. Ja, freaking Pangoro net. Waarom sloop je mijn hele team? En waarom zijn mijn Pokémon eigenlijk nog te low level? Level 33, jongens, is niet hoog genoeg eigenlijk voor deze gym. Maar met een beetje puzzelen lukt het toch. Oh, what? Oké, Karkul gaat nog eventjes evalueren. Had je dat niet even wat eerder kunnen doen? Ik had dat goed kunnen gebruiken, Karkul. Wow! Sikke Pokémon. Helemaal gek, wat een baas. Oh man, en dan krijgen we dus toch gewoon de badge van B. De hart heeft gedanst, zegt ze letterlijk. Maar het is goed om soms een beetje aangedaan te zijn door battles. Alsjeblieft, hier is de fighting badge na twee rondes. Nou, gelukkig hebben we hem, jongens. Wat een battle, joh. De vorige waren allemaal super makkelijk. En deze was toch wel wat lastiger. Maar ik moet zeggen, met deze oortjes zat ik er wel echt helemaal in die battle. Op een gegeven moment, als je Pokémon down gaat, dan hoor je ook alleen nog maar zo'n bas. En dat was wel echt het beste moment. Dan hoorde je echt... Dat was echt lekker. Ze sluiten ook echt super goed af. Dus je hoort ook weinig omgevingsgeluid. En dat vind ik persoonlijk heel nice altijd als oordopjes dat doen. Wat verder nog heel goed is om te weten is dat ze ook een inline microfoon hebben. Dus je kan hem ook echt gewoon gebruiken als headset op je telefoon. En ze zeggen dat hij niet in de knoop kan. Zullen we dat even testen? Laten we hem gewoon even zo... Ga in de knoop. Oké, dit gaat vrij goed. Ja, of je doet hem gewoon lekker in het koffertje. Als ik één minpuntje mag geven aan deze headset is het misschien toch de treble. De heldere klanken zijn wel aanwezig, maar voor mij persoonlijk mag het ietsje beter, ietsje feller. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook wel iemand een persoon. Ik knal mijn treble altijd bijna helemaal open. Ik vind dat chill en heel veel mensen doen dat niet eens. En oh ja, wil jij deze fancy HyperX Cloud Earbuds nou ook hebben? Check dan even hieronder de link in de beschrijving. Hey jongens, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je van Nintendo en Pokémon houdt. En wil je mijn live stream gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan ga ik even mijn ballon zoeken. Mazzel!